Shinky Knecht heeft zaterdag bij de Wereldbekerwedstrijden Short in Dordrecht zilver veroverd op de 500 meter. De 28-jarige Nederlander hoeft alleen de Canadees Samuel Girard voor zich te dulden. De Zuid-Korea hij het Brons. Knecht lag na de start vierde van de vijf finalisten. Hij haalde de Hongaar Shaoang Lin en drukte op het laatste rechte stuk zijn schaats net voor Waan over de finish. Eerder op de dag had Knecht nog naast een medaille gegrepen op de 1500 meter. Vorige week bij de Wereldbekerwedstrijden in Boedapest veroverde de Fries nog het brons op dat onderdeel. Daan Brielsma en Dylan Hoogrewerf, de andere twee Nederlanders die meededen aan de 500 meter. Sneuvelden al in de kwartfinales. Bij de vrouwen slaagde Jara van Kerkhof er niet in om een medaille te pakken op de 500 meter. De 27-jarige Nederlandse kwam in de finale ten val en moest genoegen nemen met de vierde plek. De zegen ging naar de Canadese Marianne Stegelaars. Voor haar landgenote Kim Boetin. De Italiaanse Martina van Zepina pakte het brons. Suzanne Schouting en Lara van Ruiven werden al uitgeschakeld in de voorhandes. De, de Nederlandse aflossingsstams haalden allebei de finale. Die zondag worden afgewerkt. Van Kerkhoff. Jorje Termors, Schouting en Van Ruiven eindigden in een halve finale als tweede achter China. Even leek het viertal de tweede plaats aan Rusland te moeten laten. Maar Schuilting ging haar Russische concurrenten in de slotronden weer voorbij en stelde een finale plaats zeker. In de aflossingploeg van de mannen ontbrak Brilsma, die hard ten val was gekomen in zijn kwartfinalen op de 500 meter. Knecht, hoogrewerf. Dennis Visser en Itzhak De Laat vochten een felle strijd uit met de Verenigde Staten om de tweede plek achter Canada. Knecht was net wat sneller over de finish dan zijn Amerikaanse rivale JR, Selski en stelde daarmee een finale plek veilig.